The Pan American Health Organization and World Health Organization, PAHO and WHO, hebben in samenwerking met een in de VS gevestigde NGO Direct Relief $130,000 aan ziekenhuisapparatuur, medicijnen en persoonlijke beschermingsmiddelen overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid. De organisaties deden dit als reactie op de aanhoudende toename van COVID-19 gevallen in het land. Tijdens een donatieceremonie gisteren op het BGVS hoofdkantoor presenteerde Karen Lewis Bell de gift aan minister Ramadien. Dit gebeurde in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van het ministerie, PAHO Suriname en BGVS personeel. De schenking omvat ademhalingsmaskers, veiligheidsbrillen, jassen, zuurstofconcentrators, gelaatsschermen, pulsoximeters en essentiële medicijnen. In overeenstemming met het nationale COVID-reactieplan probeert het ministerie van Volksgezondheid alle binnenkomende leveringen van voorraden in overeenstemming te brengen met de duidelijke regels en richtlijnen om de veiligheid van de samenleving te waarborgen.